Nou, oké, er zit er ook nog eentje aan mijn tafel. En dat is onze Ruud weer. Hallo. Die is zich helemaal beter verklaard. Ja. En ja, daar legt Eeuw in. Bibi, kom. En waar Bibi is, weet ik niet. Buffrouw, weet het niet. Maar er is een wildvreemd meisje en die pakt kandelhof op en die loopt ermee weg. Pardon? Dus ik, hup, pak mijn stok en ik loop naar buiten. Ik zie welke kant is op. Ja, die kant op. Dus ik loop die kant op en de buurvrouw met me mee. En toen zag ik een meisje lopen, maar ja, met de rug. Maar ik zag wel dat ze wat vasthield, maar wat wist ik dus niet. Het is weer alweer een nieuwe dag. Wat? De dag is zometeen alweer om. Maar ja, het doet er niet toe. We leven op dinsdag 26 juni. Nee, mei bedoel ik. Oeh, ik wil nog harder dan dat gaat. Ja. En we leven om 14:40. En ja, we hebben Karen aan de telefoon. Zoals... Ja, ja. Maar oké, er zit er ook nog eentje aan de tafel. En dat is onze Ruud weer. Hallo. Die is zich helemaal beter verklaard. Ja. En ja, daar legt Eeuw in. Bibi, kom. En waar Bibi is, weet ik niet. Die is daar. En Rijka, die ligt ook ergens onder de tafel. Daar achteraan. Ja. Ja. Dus. Ja, die ligt daar. Maar ik heb de boel wel dicht, want anders is het, wordt het ik maar warmer in je huis. En dat wil ik ook niet. En er werd mij gezegd dat het warm was, maar ik vond bij de gracht maar koud. Oh. Ja, de winkel staat op een rot op daar. Maar oké, maakt niet uit. En dan krijg ik straks nog eentje op bezoek. Ja, nou, dat vind ik weer niet leuk, maar dat doet er niet toe. Die is ook weer gauw weg hoor. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Gaan wij ook aan deze kant doen en... We zien wel hoe het rijlt en zeilt. Ja, ook moet ik nog weer een vlog in elkaar gaan zetten. Ja, dan. En ja, dat was gisteren leuk hè, gezellig hoor. Ja, echt wel. Maar ook dat, daar zijn ze al mee bezig. Ja, helemaal goed, helemaal goed. Dus ik ben helemaal super blij. Ja, en als jullie blij zijn, doe dat duimpje even omhoog. Ja, dat vinden wij enkel maar leuk, of niet dan Karin? Duimpje omlaag is ook goed hoor. Oh, ze zegt duimpje omlaag is ook goed. Nou nee, omhoog. Dan en dan hebben ze toch een duimpje aangeraakt. Ja, dan hebben ze toch een duimpje aangeraakt. Daar heb je gelijk in, ja. Nou ja, dan ook om naar beneden als je het niet leuk vindt. Maar ja, wij vinden het fijn als je hem omhoog doet. Ja, simpel. Ze zeggen, geniet ze en tot later. Doei! Hallo lieve vrienden, het is alweer avond. Ja, ja, het zonnetje is alweer bezig te zakken achter de huizen. We leven dus nog steeds op de 26e en het is 21 uur. Ja, oftewel 9 uur. Er is vanmiddag weer een hoop gebeurd. Ja, jullie weten dat Ruud hier was met Bibi. Er komt er nog eentje. Dat was van Serelo. Nou ja, of ik daar blij mee moet wezen, ze doen nu toch helemaal niks. Ja, hij bleef daar staan. Maar ja, oké. Hij was wel in huis, hij had de deur dicht gedaan, want ik zei, ik wil de deur dicht hebben. Ik zeg, want dan hou je de warmte buiten. Dus heb de deur wel dicht gedaan. Maar, op een gegeven moment, hij was weg. Ik liet Ruud even wat zien op mijn pc. Gaat mijn mobiel. Buffrouwtje hierachter. Buffrouw, weet het niet. Maar er is een wildvreemd meisje en die pakt kandelhof op en die loopt ermee weg. Pardon? Dus ik pak mijn stok en ik loop naar buiten. Ik zie welke kant is op. Ja, die kant op. Dus ik loop die kant op en de buffrouw met me mee. En toen zag ik een meisje lopen, maar... Ja, met de rug, maar ik zag wel dat ze wat vasthield, maar wat wist ik dus niet. Ik zeg, is er dat? Ja, dat is er. Ik zeg, toen begon ik te roepen, van meisje.
En toen draaide ze om, toen zag ik dat ze kan al vast hield. Ik zeg, laat jij even die poes los. Ik zeg, dat mag niet, hè. Ik zeg, die poes is van mij. Sorry, mevrouw. Ik zeg, ja. Ik zeg, oké. Ik zeg, maar dit mag niet. Mag je niet doen. Ja, maar ik vind hem zo lief en ik wil hem zo graag hebben. Ik zeg, ja, maar het is mijn poesje. Ik zeg, dan wordt poesje verdrietig. Ik zeg, want die zoekt mij. Ik zeg, maar ik word ook verdrietig. Ik zoek, hè. Ik zeg, niet doen, hoor. Sorry, mevrouw. Ik zeg, waar woon je, schat? Ja, daar en daar. Ik zeg, dan ga ik even met je mee. Ik zeg, want dan kan ik even met je papa en mama praten. Nou, had ik dat maar niet gedaan. Jongen, nog een toe. Mijn hemel. Wat een man. De vader. Maar het schijnt er eentje, want ik heb dus wel de wijkagent even gebeld. Ja. Want ik liet het niet over me heen komen. Want ze schijnt het ook vaker te doen. Ja, dat heb ik van meneer de wijkagent gehoord, dat ze dat vaker doet. En vader lief, nou dat schijnt geen lievertje te zijn. Dus ja, ik denk oké. Ja, ging ook knap te keer. Maar oké, ik ben klaar met ze. En dat meisje moet ook niet weer doen. Ik bedoel, 8 à 10 jaar. Je gaat niet zomaar een andermans kat meenemen. Je zit ook nog... Ik dacht dat het een zwerfje was. Hallo, een zwerfkat heb geen bandje om, dacht ik zo. Tenminste niet dat ik weet, want ik heb wel vaker zwerfkatten gezien, maar die zijn ten eerste al broodmager en ten tweede hebben ze geen bandje om een nekje. En dat heeft Kandalf wel. Nou, ze blijven met hun handen van Kandalf af. Ik zeg, ze mag hem best aaien. Ik zeg, ik niks op tegen. Ik zeg, ze mag hem vasthouden. Ik zeg, ik niks op tegen. Maar meenemen wil ik absoluut niet hebben. Nee. Maar in ieder geval, het is gebeurd en ze heeft mij beloofd dat ze het nooit meer zou doen. Wat die vader verder doet, ik hou mijn hart vast. Het is geen lekkere man. Hij ging ook tekeer tegen mij en ik denk, ja hallo, ben ik je gelijk en zo? Het had mijn zoon kunnen wezen, een beetje, qua leeftijd. Maar oké, gedaan aan zaken nemen geen keer. Ik was wel bek en bek af, want ik heb alles belopen, alleen met mijn stok. Geen enkele andere ondersteuning van mijn rollator of wat dan ook. Dat meisje liep als een kieviet zo snel. Ik zeg, hallo lieve schat, ik zit niet zo snel. Ik zeg, dat kan ik niet. Nou, ze zegt, maar zo snel loop ik altijd. Ik zeg, maar ik kan dat niet. Ik zeg, daar moet je rekening mee houden. Ik zeg, dan ben je oud genoeg voor meisje. Maar in ieder geval... Ja, dat ik thuis kwam, was ik even helemaal, kon niet meer. Mijn hoofdpijn was des te erger geworden. Het is nou gelukkig weer gezakt. En ik ben met een leuk plaatje bezig. En dan ga ik straks, als die klaar is, weer heerlijk even naar Facebook. Ook heb ik een film in elkaar gezet, die is naar YouTube. Dus ja, het komt allemaal goed. En dan, ik zou vandaag ook mijn haar gewassen hebben weer. Maar daar ben ik niet aan toegekomen. Druk. Morgen komt Rebecca. Ik hoop dat ik het na die tijd als Rebecca geweest is. Oftewel Rebecca er eens even mijn haar kan doen, want het voelt niet lekker meer, nee. Eventjes weer ook de kleur erbij in. En ze stoppen er van die vette troep, weet ik veel hoe dat heet. Dat is... Het ruikt wel lekker, dus, witte gel, weet ik wel wat het is. Maar in ieder geval, dat zit er ook bij in en dat moet weer even uitgewassen worden. Zelf gebruik ik het ook wel, maar niet zoveel dan dat een kapper gebruikt. Ik gebruik een klein beetje, even een paar puntjes op mijn vinger en een neus, weet je. Maar oké, ik hoop dat ik in ieder geval daar de tijd nog voor krijg. Voor zaterdag, want zaterdag moet ik op verjaardag zitten, ja. Ewing ligt lekker te slapen, kan of is... Ja, ook dat nog. Ik moest van die man mijn kat maar binnen laten. Ik zeg, pardon? Ik zeg, huis, tuin en keuken, kat kan je niet binnen laten. Ik mocht hem niet meer naar buiten doen. Want dan werd hij ook niet meer opgepakt en meegenomen. Ik zeg, überhaupt, je hebt van vreemde kat af te blijven. En vooral nu, met die corona, blijven mijn kat af. Het is mijn kat en al loopt die kilometers hier rond, dat maakt niet uit.
Een ander heeft van jouw kat af te blijven, vooral nu. Blijf van mijn beesten af. En dat meisje had dat al geleerd moeten hebben, dat dat niet kan. Je kan niet zomaar een vreemd poesje of een hondje pakken en meenemen. Ook al zou Rijka een keer ontsnappen. Oké, ga je er wel achterna, maar dan moet niet een ander kind het meenemen. Kom, of een volwassen. Ook die zijn er gek genoeg voor, hoor. Ja, maar in ieder geval, voor nu. Ja, ik heb lekker een bakje koffie. En ik hoop dat jullie ook wel een lekker bakje koffie hebben. Of degene die dat niet lust, een bakje thee of zo. Met een koekje erbij. Ik heb geen koek in huis. Nee, geen zin in. Maar in ieder geval, ik wens jullie allemaal natuurlijk een hele liefdevolle avond toe. Geniet van elkaar en met elkaar. En doe leuke dingen met elkaar. Doe nog een wandeling, want het is prachtig mooi weer. En ik zou zeggen, voor later op de avond natuurlijk. Welterusten, slaap lekker met de mooiste dromen die je wensen kan. En graag tot aan alle kanten van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!